een beetje verdwijnen.
Allemaal heel eenvoudig, onze hout, die toestellen die zijn eigenlijk heel eenvoudig. Lekker loopt, fijn hobbeltje. Maar, oké.
Daar is iedereen het ook niet mee eens. Maar ik kijk naar de air, moet ik heel langzaam met je duwtje zien. Hoogwet, weet je wel, boven de grond gekeken. Goed, ik zie het in de afstelling van de auto. Dat is nog een 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 auto. Dat is inderdaad voor de auto. Dat is ook voor nodig. Dat dan gaat. Hij inderdaad gaat. Inmiddels is de Dubbeldekker uit lang vervlogen tijden. Echt uit de tijd dat de luchtvaart had. Een rustig vliegveld. Vandaag hier geen rare kapionnen van gewakken. Wedstrijd gebeuren voor de schaalvrienden. Het is eigenlijk alleen maar vlakke verdiening. Enkel een loeping. Heel langzaam, heel bedeerd. Wat ik ook wel doen neer. Zoals wij zeggen voor de vliegen, zoals de modellen, heb je piloot, modelpiloot eigenlijk, stalen zenuwen nodig om het allemaal te klaren. Maar u kunt het geloven of niet, dit, wat u hier ziet is uiteraard wel een staaltje van perfecte modelbouw. Low-cars, het toestel is heel goed, heel rustig. Langzaam boten kriegen, zodat iedereen daar kan sport in. Die zal denk ik voor zichzelf uit willen maken. Dan maar één. Er wordt nog iets gedropt. En zoals ik het nu kan bekijken, komt het niet zo binnen. Inderdaad, heel keurig. Aan de grond, applaus. Het volgende programmaonderdeel is een logging Neptune van Hans-Baasdoorn. En ook daar van Koning. We zijn nog niet in de beurt. Inderdaad, sorry Hans, dat was jij. Rafael. Dat is een situatie die ik net heb afgewacht. Ik heb een grote verhaal.
Ik weet waar we aan beginnen.
boten bouwen. En dat betreft ook veel te veel plakken. Je kunt hem hout nemen, je kunt hem metaal nemen, het maakt allemaal niet veel uit. Of een boot klaar is, met een ton of bloot laten varen. Een modelvrienden die heeft een heel ander probleem. Je moet altijd zorgen dat je zo licht mogelijk bouwt. Elke gram die is op je uitgepaard kan worden, is welkom. Voor elke gram die je meeneemt, heb je extra motorvermogen nodig. En ik is het de buren. Het ziet er ook nog wel in dat dit ook nog wel niet helemaal tof riekt. Dit elektriek wordt uitgevoerd. Ja, ja, ja. Dat is een rest van het motor draait al. Kijk eruit. Inmiddels in de motor bijna beneden. Ik heb een gas die. Hij gaat wel. Hij ziet er zo af, man. Ik heb er een toetje.
Maar ook uiteraard zijn dit toestellen gewoon onder de modelbouwer. Echt hoor, Johan. Komt nog wel. Hoe gaat het ook leuk. Dan ben je gevoerd. Een onbekend.
geluid. Enorm mooi gebouwd, weinig herrie. Dat is toch een aspect waar we steeds meer rekening mee moeten houden binnen de mail die schijn. Vroeger werd er niet zo naar herrie in de buurt. Over een jaar over 20. En helaas is dat nog dan alleen een volgende die we best wel in werk aan geluidsproductie. Zodat de omgeving zo weinig mogelijk ervan ontvangt. Er zijn, even ter uw informatie, programmaboekjes te kopen. Voor het programma wat hele middag hier voor u wordt voorgelopen, dat is niet zomaar een programmaboekje, maar een programmaboekje in een nummer. Na 3 uur zullen 3 nummers daarvan getrokken worden. U heeft dus eigenlijk naast een lot, naast het programmaboekje, een lot. En voor 3 mensen zal dan een plek zijn weggelegd om middag om 3 uur hier vanaf het vliegveld een rondvlucht boven de helden te maken. Dus mensen kopen massaal een programmaboekje. U steunt daarmee de organisatie financieel enigszins een klein beetje. Aan de andere kant heeft u ook kans om een prachtige rondvlucht boven de helden. Laatste ronde, een keurige vlijvlucht hier naar de maan, afvangen boven de grond en dan merk je dus dat er van echt veel wind staat. Een keurig hier als we hoog van het hotel geland. Bedankt.
En inmiddels zien we nu dus de landing van het rapide van Gerard Rutten. En dan gaan wij ons opmaken voor programma punt 21 van dit programma. De kogelhoven FK 43 en de kogelhoven 48. Na te bouwen. En ook deze beide kogelhoven komen uit dat project. Als eerste start. Erg licht toestelletje wat ook behoorlijk last heeft van de wind, zoals u ziet. Maar goed, het kan toch gelukkig weer vlucht gehad. Programmaboekjes te koop, programmaboekjes voorzien van een lotnummer. Met dit lotnummer kunt u kans maken, of maakt u kans op een rondvlucht hier vanaf het vliegveld. Vanmiddag nog voor een prachtige rondvlucht boven Den Helder. Dus mensen massaal naar de tent en koopt daar een programmaboekje. Ik koop slechts 2,50. En voor die 2,50 hebt u dus naast het programmaboekje tevens een kans op een prachtige rondvlucht. Nou, de kogelhoven die is precies net zo geland als dat hij hard waait, dan stelt men de start liever even iets uit. En ja, daar gaat hij. Niet helemaal recht, maar ja, heel keurig, heel beheerst. Zie je hier de kogelhoven 48 de luchtlijn kiezen. Schitterend toestelletje. Nog van mag verwachten. Hallo paus. Een beetje kogelhoven. Voor de kogelhoven. Nee, nee, nee. En ik denk dat de kogelhoven het nu ook voor gezien houdt. En hem hier keurig weer op de grond neerzet. Oké. En dan gaan we ons opmaken voor de F28. We gaan ons opmaken voor de Fokker F7A van Wiens van Over. Gaat voorvliegen. Prachtig toestel, prachtig stukje schaalbouw. U hebt het toestel wellicht van dichtbij bekeken. Echt een schitterend stukje modelbouw. Mooie lange start. Dus het is een kwestie van in de wind houden. En dan heel schaal. Keurig, heel langzaam, voor die hoge wonnen. Enorm veel last van de wind op zee. Zorg dat de vliegsnelheid toch boven de windsnelheid blijft. Anders raakt het heel onbestuur aan te worden. Ik weet niet wat de Linus gaat doen. Of ik nog een rondje van aanknoop. Want dat is echt van. Ik houd het gewoon mijn zomer voor gezien. In de hoogte denk ik dat hij dat nog gaat wagen. Maar ik zie dat er nauwelijks tegen de wind in. Het hangt bijna stil. Erg op de roer. Het is echt werken voor de vlieger op dit moment om dit toestel boven te houden. De elementen grijpen in elke hoek. Schudden, trekken van het toestel. Niet echt fijn vliegen. Want de rustige weer is het een schitterend model om je rondjes mee te vliegen. Maar met deze wind dan is het echt hard, heel hard werken. De snelheid ontbreekt dan een beetje. Dan is eigenlijk een prooi aan de wind geworden.
ga je geld boven het publiek doen. Waar je trots op kunt zijn. We hopen dat ook de landing zo zal zijn op de vlucht. Het is veilig. Inderdaad. Het gaat heel, heel. Dat is inderdaad heel, heel moeilijk in deze geval. En zeker een applausje waard. De vlieger zich gaat voorbereiden, aangehouden komen. Zorgen dat je de laatste ronde niet al te hoog zit. Dan moet je enorm veel snel om middag hier een keurige landing. Dat weet je niks van. Dat lijkt heel mooi. Dat moet altijd nog. Moet heel krap indraaien op de baan, maar doet hij keurig. Heel netjes, heel beheerd. En aan de voet wordt hij gehaald. Applaus. Dat is het enige wat ik hier nog aan het doen. Ja, mooi rit. Een model op die rij, zoals wij dat graag zien. Eentje nog maar. Dit is de Superconny inmiddels op het platform. Velen van ons zullen hem nog herinneren vanuit Delen vorig jaar augustus. Waar hij een schitterend programma heeft gevlogen. Heel natuurgetrouw. Kan erg langzaam vliegen. Echt een van de mooiste kisten uit dit OSPN-programma. Echt heel mooi. In die tijd werden gebruikt voor de lange afstanden naar Amerika, Verre Oosten. Een beetje te vergelijken met het werk wat nu door de Jumbo's wordt gedaan. Die waren uiteraard een stuk kleiner. Maar ze konden ook voor die tijden al hele grote afstanden overbruggen. Een hoge bocht. Heel mooi. Hier op een afkomst. Laag over de baan. Ja, nou. Oké.
lastig, hè? Ja. Heel erg. Dat vind ik ook wel moeilijk, denk ik. Zo, die vrouw van mij dan. Meneer, u moet niet met dat toestel meerennen. Dat moet u niet doen. Meneer, u moet gewoon... Meneer, wat gaat u doen, meneer? Meneer, kunt u vliegen? Ik weet niet wat die meneer gaat doen, maar die meneer doet heel... Meneer, u moet zelf in de zender blijven vasthouden. Meneer, u moet uw handen aan de zender vasthouden en u moet roeren met uw knuppel. Meneer, u moet uw zender goed passen. Ik weet niet wat er in de hand is. Kan iemand van de organisatie zich naar het middenterrein bewegen en die loopt naar het veld halen? Dit is levensgevaarlijk. Ik ben er vast geen vliegerwet, die heeft helemaal niks. Die kan beter gaan vissen hier in de vaten, maar we vliegen dat lijn mee. Niets die... Meneer, wat doet u nu allemaal? Oh, hij gaat nu de zenderwet zetten. Het toestel dat maakt overgehouden figuur is totaal onder vuur. Er is nu een klein kind bij waar hij de zender aan geeft. Dames en heren, let u goed op wat dit toestel allemaal gaat doen. Zo gauw die in uw buurt komt en boven uw hoofd, doe alsjeblieft een zakdoek op uw hoofd. Dat helpt tenminste een klein beetje tegen de deuken. Maar dit gaat natuurlijk lang niet goed. Die man die is heel onverantwoord. Ik snap de organisatie helemaal niet. Wat gebeurt hier allemaal? Kan iemand me vertellen wat hier gebeurt? Oh, het schijnt nu toch weer wat beter te gaan. Het toestel ligt stil. Het kleine meisje wat daar nu met die zender staat, die schijnt het wel te kunnen. Ja, meneer, gaat u alsjeblieft naar het meisje, want die heeft het toestel tenminste onder controle. Nee, meneer, alsjeblieft. Meneer, kijk nou toch wat u doet. Oh. Meneer, geeft u die zender nou toch af? Meneer, dit kan niet. Ja, is er dan niemand van de politie, de Lutherse brandweer of weet ik veel, wie dan ook? De Lutherse brandweer. Het geluid is even weer gekomen. Maar goed, die meneer die vliegt nog steeds heel raar en ik weet echt niet wat ik hiermee moet. Meneer, geef u de zender nou aan het meisje, want
hier komt, dan tenminste weer mee omgaan. Ja, dat lijkt me inderdaad wel beter, meneer. En meneer, gaat u een kopje koffie halen? Wordt u wat rustiger van? Ja, gaat u rustig een kopje koffie halen? Want dit is natuurlijk helemaal niks. Zeg, kleine meid, kun jij dat een beetje sturen? En dan komt u wel weer beneden. Heel voorzichtig. Goed zo. Zo gaat hij beter. Nou, doe je het gas eraan. En de rechterknuffel trek je naar je toe. En dan komt hij heel mooi langzaam naar beneden. Zie je op, kom je heel mooi langzaam naar beneden. Klein beetje naar links, klein beetje naar links. Links, 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 links. Goed zo. Zie je wel? Zie je wel, meneer. Zo moet dat nu. En hier van de organisatie wilde die meneer even meenemen en vastzetten, zodat hij niet nog een keertje gaat proberen. Laat die man het alsjeblieft niet nog een keer. Deze 6 gaan wij nu door met deze 7.
Zwart. De ouders van William Zwart. Willen die hier vervoegen bij het geluid? William Zwart. Het is echt een harde plassen. Oh, sorry. Ik heb zo'n blad thuis liggen. Zo, kolossaal. Hoppa, daar gaat ie. Jammer dat hij niet overkomt. Ja, wie weet.
1, 2. Het lijkt wel een huis wat omhoog gaat, hè? Nou, zo groot. Twee sleutels hangt een Ferrari F40. De eigenaar daarvan kan zich melden bij het geluid. Inmiddels heeft de pilot dus de luchtruim gekozen. U ziet dat hij het erg zwaar heeft om daar een lading parachutisten mee omhoog te brengen. Hij rookt nogal. Dus de motor die kan inderdaad wel behoorlijk heet worden om al het extra gewicht naar boven. Matras, parachute is. Dit is ook radiovraag of bestuurbaar is. En als het allemaal goed gaat, zoals de piloot in kwestie dat bedacht heeft, dan zal die nagenoeg in zijn eigen handen landen. Dat is Dennis. Ik weet niet waar hij naartoe gaat. We gaan naar Lelystad. Ik heb niet het idee dat we hier op zit inderdaad. Hij doet de goede poging om zo snel mogelijk op te vliegen. En simpel voor de simpel voor de simpel. Nu geef ik wel niet dat hij niet meer terugkomt. In de meeste kunst zal een land naar de kracht van een jaar. Shit.
Staartwind. Erg, hè? Jo. Je hebt er last van. De Eldersen Modelvlieg Club. Ik wil u hartelijk danken voor uw aanwezigheid hier, voor uw getoonde belangstelling en wij hopen een ander jaar nogmaals te mogen. Voor Charlie.